Welkom Judith Bauma, huisarts bij het zorgstation in Bodegraven. Judith, corona heeft behoorlijk huis gehouden in Nederland en ook in Bodegraven, Reewijk. Lange tijd voerden wij de landelijke cijfers aan. Heb jij daar een verklaring voor? Nee, daar hebben we ook over na zitten denken waarom het nou zo hoog is. Of de familiebanden in Bodegraven en toch wel wat bezoekers zijn geweest. Of dat een rol heeft meegespeeld, zou kunnen zijn. Het verpleeghuis Vijverhof heeft natuurlijk ook wel wat geleden onder de corona. Wat de cijfers op heeft gedreven. En in Reewijk ook wel het verzorgingstehuis. Dus daar zitten natuurlijk wel hoge cijfers ook. Maar ook in families en wat ik allemaal terugkreeg, heeft het aardig huis gehouden hier. Geen duidelijke verklaring. Geen verklaring, dat is ook een antwoord. Het was gewoon een rotziekte. Hè? Ja, zeker. Heb je enig idee hoeveel mensen in Bodegraven zijn getroffen door het virus? Hoeveel echt ziek zijn gemeld? Ja, er zijn zeker met name wat ouderen overleden. En ook ook uit Vijverhof natuurlijk behoorlijk wat. Wat precies de aantallen zijn, dat weet ik niet. Die staan waarschijnlijk wel op de site. Ik heb natuurlijk wel wat overzicht over wat ik van de collega's hoor. Dus dat zijn er denk ik toch wel qua overledenen in de huisartsenpraktijken. Ja, zal het om tientallen gaan. Dat is denk ik zo'n beetje. En dan reken ik Zwammerdam, hoewel dat officieel natuurlijk niet tot onze gemeente behoort, maar wel tot onze huisartsengroep. En vandaar heb ik er ook wel wat mee gerekend, zo uit mijn hoofd vanuit de praktijk. Maar die staan geregistreerd onder andere gemeenten. Is dat is ook een andere gemeente. Hè? Ja, daarom. Maar ja, voor ons gevoel hoort dat er wel bij. Ja, veel zieken. Dat betekent ook druk op de zorg in het algemeen. Hoe zwaar was dat voor jullie, voor de artsen en hun teams? Dat was wel zwaar. We zijn natuurlijk vorig jaar begonnen met wat is corona nou precies? Hoeveel onduidelijkheid daarover was. Toen hebben wij vanuit de huisartsenpost Gouda ook een noodhap opgericht. Ik zit ook in bestuur van de huisartsenpost in Gouda. En dat is eigenlijk binnen 1 week is dat uit de grond gestampt, kan ik wel zeggen. Waarbij de zorg van overdag voor de coronapatiënten ook daar verzorgd werden. Dus iedereen die met luchtwegklachten had, werd beoordeeld of in Gouda of er werd een visite vanuit Gouda gemaakt. En dat kwam ook omdat we tekort hadden aan pakken, maskers en dat soort zaken. Dus we moesten die zorg clusteren. En dat was ook van hoge hand opgelegd. Dat is vanuit gemeente en provincie gezegd, jullie moeten dat centraal gaan regelen. En dat is tot eind mei geweest. En daarna konden we de noodhap laten gaan, zeg maar. En konden we het uiteindelijk ook op de eigen praktijken regelen. Ook omdat er genoeg bescherming was. Dus die zorg in eerste instantie in Gouda, dat heeft heel veel stof doen opwaaien. Ook voor de collega's. Daar hebben we natuurlijk dienst gedaan. Dus vanuit de eigen praktijk kregen we daar een rooster voor. Maar dat is wel op zich heel erg goed geweest. En toen heeft ook gebleken dat we veel meer maatregelen in de praktijk konden regelen. Speciale luchtwegspreekuren, dat doen we nu nog steeds. Als we denken aan corona of iemand heeft koorts of luchtwegklachten, dan hebben we daar speciale spreekuren voor waarvoor wij in pak gaan en de mensen zien of de mensen thuis bezoeken. Dus dat heeft best wel heel veel impact. Ook heel veel zorgen van mensen, veel telefoon. Je ziet wel dat die contacten nu wat afnemen. De cijfers zijn beter, maar de vragen en telefoontjes die blijven doorgaan. En dat is met name nu over de vaccinaties, waarbij er ook heel veel vragen zijn, onzekerheid. En dat speelt allemaal mee. Je zei het al, de cijfers dalen, landelijk en gelukkig ook in onze gemeente. Wat betekent dat op dit moment? Het is positief en dat komt mede door het inentingsprogramma. Hoe loopt dat bij ons? En bij ons bedoel ik Bodegraven Reewijk in betere zin en jouw praktijk in het bijzonder. Nou, je moet een scheiding maken tussen op leeftijdscategorie. Want in principe worden de meeste mensen door de GGD gevaccineerd. Behalve de leeftijdsgroep 60 tot 65. En daar is de huisarts mee belast. Die groepen die krijgen ook het AstraZeneca-vaccin.
En waarom krijgen we die? Die kunnen we gewoon bewaren in onze koelkast. En de andere vaccins niet, omdat de temperatuur daar te warm voor is, zeg maar. Die moeten echt kouder bewaard worden. Dus dat kan niet in de huisartsenpraktijk. De vaccinatie van die groep, dat gaat goed. We hebben in april hebben we een eerste groep gehad. En daar is toch wel 90% voor opkomende dagen. Ondanks de vele angst die er is geweest voor de AstraZeneca. Wij gingen net vaccineren toen alles in het nieuws kwam met de trombose en wat mag andere, wel qua leeftijdsgroep. Heel veel onrust, maar toch heel veel vaccinaties. Vorige week de tweede groep gehad. Daar is de opkomst ietsje lager, maar dat komt ook omdat al veel mensen via het werk gevaccineerd zijn. Dus als je dan naar het percentage kijkt, dan was dat toch wel in de 72%. Maar nogmaals, een deel daarvan was al gevaccineerd. Dus toch wel een hoge groep. En deze mensen krijgen binnenkort allemaal hun tweede vaccinatie. Ja. Wij hebben dat gedaan in het Evershuis. En wij, dan spreek je namens de Bodegraafse artsen of de huisartsenpost? Nee, ik spreek dan namens het zorgstation. Wij hebben op het zorgstation niet de mogelijkheid om het op de praktijk te geven. We hebben een trap naar boven en iedereen moet een kwartier wachten. Die tijd, op 1,5 meter. Nou, je kan je wel voorstellen, als er honderden mensen komen, dat dat niet in onze eigen praktijk kan. Wij hebben daarvoor het Evertshuis afgehuurd. Heel prettig, hele goede samenwerking. Dus complimenten voor het Evertshuis, moet ik zeggen. Aardige mensen, ja. En heel fijn. En dat hebben wij daar gedaan en dat is heel goed verlopen. En de volgende ronde, want je zei, er zijn twee rondes geweest, komt nu de derde ronde. De herhalingsprikken gaan er weer in het Evertshuis plaatsvinden? Weer naar het Evertshuis en de vierde ronde, dus die ook. Allemaal voor de tweede prikken. Ja. Ja, en je zegt dan dat de bereidheid in Bodegraven hoog is. Dat is altijd fijn om te horen, want het helpt ons allemaal. Geldt dat, heb je enig inzicht of ook de mensen die bij de GGD geprikt zouden worden ook die bereidheid hebben? Bestaan daar cijfers van? Ja, de GGD geeft ook de cijfers. Daar heb je een aantal sites voor waar je dat ook kan bekijken. Zeker de oudere mensen. De 90-plussers moesten ook naar een priklocatie toe. Maar die zijn ook echt allemaal geweest. Dus er is zeker hoge bereidheid om te laten vaccineren. Wat ook nu ook zichtbaar is in de cijfers. Want de oudere mensen liggen op dit moment niet meer op die C. Dat zijn toch echt de mensen tussen de 50 en de 60 die nog niet gevaccineerd zijn. En je ziet gelukkig daling, want we zijn heel erg langs code zwart geschuurd, noem ik dat maar. Ja. De samenwerking met ziekenhuizen is heel intensief geweest, ook vanuit de huisartsenpost. En er waren soms maar 1 of 2 bedden nog over. En dat is wel heel kritiek. En dan moet je op een gegeven moment gaan besluiten wie kan nog naar het ziekenhuis, wie mag nog naar het ziekenhuis, wie wordt opgenomen, wat kan nog thuis. En ik ben heel, heel erg blij dat we niet in die code zwart terecht zijn gekomen. Want dat zijn toch heel erg lastige dingen. Als ik daar toch nog wat over mag zeggen. Ja, ja. Ja, want het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen nadenken over hun toekomst. Hè? En er wordt natuurlijk heel veel gevraagd. Wilt u uiteindelijk nog wel naar een intensive care? Wilt u beademd worden? Dat zijn hele essentiële vragen. En ik denk dat dat nu met COVID-periode meer naar boven is gekomen. En dat er wel meer over gesproken wordt. Maar dat moet eigenlijk altijd. En ik wil zoveel mogelijk aanmoedigen aan mensen om erover na te denken. Om dat te bespreken met familie. Van wat wil ik eigenlijk nog? Want het is, als je daarmee overvallen wordt op het moment dat iemand al ziek is. Is dat veel lastiger dan dat iemand daar al over nagedacht heeft. En alle huisartsen staan hier ook voor open. Om dat gesprek ook aan te gaan. En ook uitleg te geven. Want je weet natuurlijk nooit of iemand goed van een intensive care afkomt. Dus dat zijn echt overwegingen waar iedereen over na moet denken. In gezamenlijkheid met de huisarts. Ja, is dat dat je dat nu zo daarvoor pleit? Is dat een gevolg van corona? Of zeg je dat? Je zei eerder ook al, dat moet eigenlijk altijd gebeuren. Ja, maar het is veel essentiëler geworden. Vanuit het ziekenhuis wordt er altijd al over gesproken. Van vraag het, bespreek het. Wil iedereen dat nog? Kan iemand ook naar de IC? Of zijn er heel veel ziektes in de voorgeschiedenis? Ja, dan kan je wel beademd worden. Maar kom je ooit nog van de beademing af, bij wijze van spreken. Maar door de corona is dit
echt een vraag, ook van specialisten, bespreek dit soort zaken. Dus dat is wel veel, ja, veel meer aan de oppervlakte gekomen, maar het is altijd belangrijk om daarover na te denken. Is dat voor de huisartsen ook nu een extra aandachtsgebied? Gaan jullie dat ook heel actief bevorderen in de gesprekken? We hebben in zelf vanuit de praktijk, zeg maar vorig jaar, hebben we alle oude mensen sowieso gebeld om te vragen hoe het in coronatijd is en of we nog iets kunnen betekenen. En deze vraag hebben we wel ter sprake gebracht om er eens over na te denken. Dus er is actiever beleid vanuit de huisartsen, zeker. Vanuit de ziekenhuizen, nu ook. En ik zie ook veel meer mensen die komen praten daarover, die een levenstestament hebben gemaakt bij de notaris. En die zie ik ook veel meer op het spreekuur. Dus het is wel actueel. Ja, ik vind het wel leuk dat je zegt oude mensen, maar wat is de definitie van oude mensen? Ja, ja. Hey, strikvraag. Kijk, de ouderen, ik vind ook dat de jongeren daarover na moeten denken. Juist. Maar als je meer gaat mankeren, en dat is voor iedereen natuurlijk anders. Ik heb 90'ers die niks mankeren, maar vraag ik me ook nog af of je naar de intensive care moet. Maar het is natuurlijk wel een balans van zaken, van hoeveel is er aanwezig ook aan goede gezondheid, conditie. En wat zijn jouw wensen? Ja, eigenlijk is ook wel een pleidooi. Ja, sorry. Ik krijg heel vaak van, als het lukt, dan vind ik het wel fijn. Ja, dat begrijp ik, maar je kan nooit kijken. Nee. Dus dat zijn lastige vragen. En ouderen, natuurlijk begin je niet bij de 20-jarigen, want dan, dat is toch een ander verhaal. Dus, pensionering dan, moet ik zoiets zeggen. Het is altijd angstig om over na te denken, dat weten we ook allemaal. Maar het is wel, corona helpt wel om dat gesprek op gang te brengen. Dat geef je ook aan. Ja. Eigenlijk zeg je het niet, maar het zou ook wel iets zijn. Mensen moeten beter op zichzelf letten. Is dat ook wel een les die we moeten leren? In zijn algemeenheid, ja. Dat denk ik wel. Mag ik maar antwoord, hè? Toch zie ik ook, dat hoor ik ook van de longartsen, dat er mensen op een intensive care komen met de corona, die toch nog wel in de 40 zijn of in de 50 zijn en met een blanco voorgeschiedenis en opeens totaal geveld zijn. En je kan dat bij corona toch niet helemaal voorspellen. En dat is ook het enge van de corona, vind ik. Ja absoluut. Nou, laten we maar hopen dat het snel voorbij gaat allemaal. Veel prikken. En op elkaar letten dan maar. Ja. Dank voor dit gesprek en succes met alle voortgaande werkzaamheden. Tot ziens. Oké, goed. Graag gedaan. Bedankt. Ja.